Ja, meneer. Ik wil een prachtkunstwerk van Jan van Eyck. En wat is het onderwerp van dat prachtschilderij? De kruising van Jezus Christus. Oké, ik zal het hem melden. Zeg Toon, geef mij nog eens een sigaret. Alweer al, meneer Van Eyck. Ja, kom, dat is mijn probleem. Ik heb u al gezegd dat u veel minder moet roken. Dat zijn mijn zaken, dat is niet die van u. Wat bent u aan het schilderen? Een zelfportret. Binnen. Dag meester Van Eyck. Dag boodschapper. Ik heb de opdracht gekregen van de hertog om een schilderij te laten maken. En wat zou dat zoal moeten zijn? De kruising van de Heer Jezus Christus. Ja, ik zal er eens over denken. Dat ik nog een paar sigaretten gerookt heb. Oké. Okay. Stop. Ja. En Jan, hoe loopt het ermee? Ja, goed. Nu is die final touch. Hoe bedoelt u? Er mankeert nog iets aan het nachtrijfrond. Hey Jan, ik zou wel opletten met dat roken, want het begint precies wel een beetje te veel te worden. Nee. Zeker? Ja. Oké. Binnen. En meester Van Eyck, hoe ver staat u al met de schilderij? Nou, het is af, maar... Er ontbreekt nog iets. Er ontbreekt diepte. Zeg Toon, geef mij nog eens een sigaret alsjeblieft. Alweer al, Jan? Ja, ik heb het nodig. Dit is wel te veel te worden de laatste tijd. Of wel van genoeg. Ah, je wilt verdomme. Ik heb een schilderij gespuugd. Ik heb het. Zeg maar tegen een hertog dat zijn schilderij klaar is. Oké, ik zal het melden. Dag meneer, ik heb fantastisch nieuws. Ik kom juist van bij meester Van Eyck en uw schilderij is klaar. Prachtig, u mag meneer Van Eyck gaan halen. Dat zal ik doen. Alsjeblieft, hertog. De schilderij is af. Dit is een prachtwerk. Dank u, meneer Van Eyck. Graag gedaan.